natuurlijk bezig blijven om de mensen te bedanken. Toch een beetje emotioneel precies. Maar ik ga iemand bijroepen die Nina al een aantal jaren van dichtbij opvolgt. En dat is VRT-journaliste Inge van Meetsel, die heel graag haar visie geeft op deze sportvrouw van het jaar. Jullie applaus voor Inge van Meetsel. Dankjewel, het is heel fijn om hier te zijn. We zien nog de beelden van het EK in Glasgow dit jaar. Haar winnende brugoefening. En op dat moment, ik denk dat ik riep, yes! Ik was helemaal door het dolle heen, zoals iedereen. Maar wat een prachtprestatie. Dat zal de opa ook wel beamen. Fantastisch was het, hè? Jij was erbij, zoals zoveel. En wat heel straf was, ze won toen ook nog een zilveren medaille op de balk. Ik vond dat heel straf, want het was amper een half uurtje na deze finale. En dan doe je dat toch maar, die focus, en dan stond ze daar. Hier zien we haar met de medailles. Prachtig beeld, hopelijk gaan we dat nog vaak kunnen zien. Maar ik heb ook nog andere beelden meegebracht. Daar kunnen we... Dat ben ik. Maar ik ben hier. Dus we kunnen naar die andere beelden kijken. En deze beelden mogen nu starten. Want deze beelden hebben wij gemaakt een maand voor het EK van vorig jaar tijdens een training in Gent. Ik stond daar te kijken naar die brugoefening van Nina. Iedereen in de gymhal stond te kijken naar die brugoefening van Nina. Ja, ik stond daar met grote ogen, ingehouden adem en heel verbaasd. En ze doet die afsprong perfect. Mijn mond valt open en ik denk, wauw. En ik zeg, wauw, tegen de bondscoach die naast mij staat, Yves Pifer. Wat een waanzinnig niveau is dit. Ja, dit is goud, zegt hij. Onbewogen. Pardon, goud. Ja, ja, als ze deze oefening zo doet op het EK, dan wordt dat goud. Nu moet je weten, Yves Pifer, dat is een man die heel weinig emoties toont, die alles altijd heel rustig zegt. Behalve als hij boos is, zal Nina wel zeggen. Maar wat hij zegt, of wat hij al gezegd heeft de jaren voordien, en wat hij al heeft voorspeld, is allemaal uitgekomen. Dus ik denk, dit is geen grootspraak. Trouwens, wat je hier ziet, dat is haar element. De Derwaal, een heel moeilijk element dat ze samen met haar coach Marjorie Euls heeft uitgevonden. Prachtig. Maar dus na die training bel ik naar onze chef. Ik zeg, we moeten naar dat EK met de cameraploeg, dat kan niet anders, want ze gaat haar goud pakken. En de Europese kampioenen in de turnen, dat hebben we nog nooit meegemaakt, dus stel je voor, wij moeten er naartoe. Onze chef is niet zo makkelijk onder de indruk. Hij had beter wel een beetje naar mij geluisterd, want normaal doe ik dat soort uitspraken niet. Ik ben altijd heel voorzichtig, want ik denk, ja, een atleet kan nog zoveel talent hebben, hij kan nog zo fit zijn, hij kan nog zo klaar zijn om te schitteren. Maar het moet toch dan gebeuren, op dat ene moment, op die ene dag moet je er staan. Maar ja, ik had dat buikgevoel, dan ken je dat sowieso, een heel sterk buikgevoel. Mijn chef zegt, nee, we kunnen er echt niet naartoe, het gaat niet. Maar weet je wat, we gaan de beelden kopen en als ze dan een medaille wint, dan kunnen we ze toch nog tonen in de journaals. Ja, ik was niet zo happy, maar bon. En dan is het donderdag 20 april. 20 april, de dag van de kwalificaties en ik volg die thuis voor mijn computer en ik zie Nina met de hoogste score in de kwalificaties, hoogste score, dus finale, dus kans op een medaille. Wie weet, kans op goud. Bel opnieuw naar de chef. Ja, kunnen we toch niet nog vertrekken? Roemenië is toch niet zo ver? We kunnen er nog geraken voor de finale van zaterdag. Kan echt niet. Oké, jammer. Zaterdag 22 april, dag van de finale. Ik volg die op de redactie, nerveus. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Weer ingehouden adem, grote ogen. En ik kijk. Ze doet het helemaal voor het eerst op een groot kampioenschap. Iedereen, heel de wereld heeft het nu gezien. Iedereen is onder indruk. En dan die afsprong. Perfect. En ik roep wauw voor heel die redactie. Wauw, ze heeft goud, ze wint goud. En meteen kijk ik ook heel boos naar onze chef. Zie je wel, we hadden daar moeten staan met onze cameraploeg. Ze is Europees kampioen en dat is gewoon uniek. Enkele maanden later mochten we mee naar het WK in Canada, waar ze voor ons won. Dit jaar hebben we live het EK in Glasgow uitgezonden, waar ze twee medailles won.
En over enkele weken mogen we mee naar Doha, naar Qatar. Ik denk dat onze chef het niet op zijn geweten wil hebben dat we ooit nog Nina Derwaal die geschiedenis schrijven en wij zijn er niet bij met een cameraploeg. Nu, ik heb al ongelooflijk mooie dingen beleefd als sportjournaliste. Ik heb al op de eerste rij gestaan bij uitzonderlijke, onvergetelijke sportmomenten, sportprestaties. Ik heb al heel veel fantastische atleten van heel dichtbij mogen volgen. Maar dit is er eentje die heel speciaal is. Ik denk dat ze 12 of 13 was toen iemand naar mij kwam en zei: oh, Nina Derwaal, hou die in de gaten. Ze doet denken aan Svetlana Korkina. Ik zeg: lief, Svetlana Korkina, weet je wel wat je zegt? Die Russische kampioene, tweevoudig Olympisch kampioen aan de brug, vijfvoudig wereldkampioene. Kan je toch niet zomaar vergelijken met onze Nina, hè? Dat is toch waanzinnige druk. Maar ze doet ons denken aan Svetlana Korkina. Even groot, even elegant, prachtige lijnen. Maar Nina is met niemand te vergelijken. Ze heeft haar eigen speciale talent, haar eigen speciale karakter. Ik heb haar al zien twijfelen. Ik heb al de zenuwen door haar keel zien gieren. Ik heb haar al haar tranen zien bedwingen. Als ze achter een gordijn kroop in de mixed zone. Omdat ze dacht: ik heb gefaald. Niet elke training gaat even goed. Niet elke oefening is even perfect. Maar die blik in haar ogen, die focus, die wil. Ik zie hoe ze zorgt voor haar team, hoe ze iedereen aanmoedigt, meesleurt. En hoe ze iedereen ophebt. En als je dan overal als Europees kampioen wordt aangekondigd. Als je al die verwachtingen voelt en je doet het dan, ja, dan ben je een topper. En wat ben ik blij dat ik dat van de eerste rij mag meemaken. Dankjewel. Dankjewel Inge voor deze mooie getuigenis. Natuurlijk, niet alleen Sint-Truide is vier op Nina Derwaal. Ik denk ondertussen heel Vlaanderen, heel België op deze superkampioenen. Dames en heren, geef ze nog een daverend applaus. Onze sportvrouw van het jaar 2018, Nina Derwaal. Dank jullie wel, ook aan de andere genomineerden. Het is natuurlijk niet makkelijk om tegen zo'n kampioene te staan. Maar er kan natuurlijk maar eentje met de prijs naar huis. Goed, dan komen we bij onze volgende.